Verhandelijk gefeliciteerd. Het was eigenlijk iets spannend, maar goed, het is gelukkig voor het nog goed afgelopen. We hopen de spannende wedstrijd volgende week in Spakenburg. Daar ben ik natuurlijk allemaal heel erg bij. En welkom. Zoals het toen gebruikelijk gaan we bij de laatste reguliere wedstrijd, zeg ik maar. Want ik hoop dat we nog een kortje thuis krijgen. Afscheid nemen van een aantal spelers die ons gaan verlaten. Omdat ze hier, omdat ze elders gaan voetballen. De eerste is Jaap Meulenra. Ja, de schat is erbij gelukkig. Ik zit even voor bloemenmaatjes te wachten. Ja, ik heb een geweldige wedstrijd voor ons mogen spelen. Het heeft helaas niet helemaal gebracht wat het zou moeten brengen. Maar goed, ik wil ook vertrekken van alles. Ik hoop dat we toch een beetje naar zin hebben gehad. En wens je heel veel succes. Volgens mij zijn wij terug naar Volendam. Wil je nog wat zeggen op de Volendam? Nou, ik heb wel zo'n heel jaar gehad. Wel een kennis goed. En ik wil nog één keer halen en dat gaan we doen. Dankjewel. Goed, dan gaan we naar Moesten van Zeeuwen. 2,5 jaar geleden gekomen van het failliet Haarlem. Heeft 31 wedstrijden bij ons gespeeld. Is accountant geworden, dus het gaat helemaal goed met hem. Dan gaat het wel goed komen, maar wij voetballen voor de mensen. Kapot zijn naar Zwanger. Klaar. Ja, Moesten van heel veel plezier, bedankt voor de inzet en succes, kom maar op tijd. Dan neem maar afscheid van Jeffy Hinder. 59 wedstrijden gespeeld in 2 seizoenen en 7 voor de Koninklijke voor het heden. Jeffy gaat een einde maken van een hele grote carrière. Ik hoop dat jullie met haar alles gaan bereiken. Jeff, heel veel succes met de carrière, want dan ga je al werken. Goed, je gaat het Jeff. Jij wordt te filmen en de microfoon. Hij hoeft niks te zeggen, hij gaat zijn voeten volgende week nog eens spreken. Jeffrey, voor het tweede seizoen, hij is voortaan 27 doelpunten voor het Westerbos. Goed, dan gaan we naar iemand met 106 wedstrijden in 3 seizoenen. En 12 doelpunten na vandaag 13. Benny van Noord. Benny gaat Dat is een goede contact met je gekund, dat hij vervolgens nog even naar de inschakelt. Ben de mensen heel veel succes bij je nieuwe uitdaging en Joost van Doen zei je. Nou, geniet nog even van ons en zorg dat je nog een beetje in de straf was. Bij jou voor jezelf. Wil jij nog wat zeggen? Ik wil iedereen hartstikke voor deze mooie verjaardag van de supporters. Iedereen is er goed op. Volgende week gaan we klaar met z'n allen en gaan we gewoon goed schakelen. En eindelijk gaan we ook klaar met z'n allen. Zeker nog niet. Grote carrière van Amersfoort, 161 wedstrijden gespeeld in 7 seizoenen. Uiteraard niet gescoord. Net vader geworden, Tim Malofsky. Drie kampioen voor de landskampioen. Grote kampioen voor de landen gegeven. Op de zondag. En voor de zondag aan de finale. Ik hoop ook dat je in de hoofdbossen kan voetballen. Tim, maar heel veel succes. Heel veel kans voor je goede reddingen en goede jaren. En ja, het is voor mij persoonlijk lastig om al 7 seizoenen de afscheid te nemen van de club. Ja, we hebben er zoveel moois mee bereikt. Maar ja, ik wil toch weer nadagen. Maar ik hoop dat ik nog wel een paar jaar zou doen om gewoon te spelen. En ik wil van iedereen bedanken de afgelopen 6-7 seizoenen. De sponsors, de mensen die hier in de supporters, de steun die ik al gekregen heb. En de mannen kunnen jullie achter met ons gestaan. En het zou mooi zijn als we daar volgende week een mooie eindnaam zou kunnen maken. Met de kampioenschap. Nogmaals hartstikke bedankt voor alle mooie jaren. Wat een goed team, Lofty! Goed. Ik dank u van harte voor uw aandacht. Ik zie u graag allemaal volgende week bij deze meervogels. En de microfoon gaat naar de. Hij is ook verdubbeld voor de gebruikelijke prijzen van spelen van het jaar. Ja, elk jaar kiezen de supporters de meest waardevolle speler. En na vandaag zou ik misschien naar Danny van de Vijf moeten.
Dennis, jij bent de achtste geworden. Jij bent het volgende jaar. We organiseren het voor de vierde keer. De vorige drie winnaars was Benny Vloort, heeft hem al eerst gewonnen. Twee jaar geleden was het Tim Horsky. En vorig jaar was het Kevin Winter. Drie keer, en van die drie keer was het twee keer een nieuwe speler die dat seizoen heeft gelijk won. De vraag is, is het dit seizoen weer een nieuwe speler bij de selectie die bij mij is gekomen in de Nieuwe? Op 30 maart is dit seizoen geëindigd. Benny, wat een grote bedankt. In het wielrennen hebben we Joost Zoetemelk, die wordt altijd tweede. Bij Rijnse Boysen hebben we ook gespeeld, die altijd tweede hoor. Voor de derde keer en de vierde keer gaan we het organiseren is Joost Koelman tweede geworden. Joost, zoet hem wel een keer hè? Nou, volgend jaar. Oké. De winnaar dit jaar is er toch een nieuwe link. Ik zie hem al lachen, Benito Oleski. Dit jaar, hij is overduidelijk opnieuw gewonnen door Kevin Winter. Korte reactie, Kevin. Nou, het leuk dat ik voor de tweede keer winnen, man. Toch wel wat leren. Ik zou zeggen, ik kom op volgende week naar mijn vader, dan maken ze nog een mooi steek van me. Oh ja, goed. Dat is de verkiezing van de Gouden Ui. Namens stuurspelers en supporters van Rijnsburg, dank u allemaal voor het ontstaan.